Hi Maagd, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 27. En dat is van maandag 4 juli tot en met zondag 10 juli. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Maagd alsof het een stuk is waarbij je heel erg wil delen. Je lijkt je kennis te willen delen, je lijkt je liefde te willen delen, misschien zelfs wel gewoon je eten. Of je werk, of nou, je noem het maar op. Je wil heel graag jezelf laten zien en andere mensen daarbij helpen. Toch heb ik het idee dat er ineens eigenlijk iets gebeurt waarbij je dan het gevoel hebt: ja, maar waarom doe ik dit eigenlijk? He, je wilt het wel uit jezelf, je doet het ook uit jezelf, maar dan ineens lijkt er het stuk te zijn van: wat gaat er eigenlijk gebeuren op het moment dat ik het misschien niet meer doe? Dus je lijkt daarbij echt voor jezelf te gaan zoeken van: oké, het is een stukje wat ik zelf wil, maar wat zijn de resultaten daarvan? En dat stuk ben je echt wat aan het bekijken, waar je het geven vooral uit je hart gedaan hebt, lijkt je eigenlijk ineens met je hoofd te gaan denken. En ik heb het idee dat daar een bepaalde switch gaat komen. En geen van twee is goed of slecht. Ik heb alleen het idee dat daar dus een bepaalde verandering gaat komen die je heel daadwerkelijk ook echt gaat merken. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.